o www.rtvalmere.nl. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista. We gaan beginnen met de interview met comité APC. En ik heb hier in de studio Freddy Galliano en Paola Enriquez. Buenas noches, goedenavond, Paola. Hi, goedenavond. Hoe is het? Ja, erg goed. Ja, erg goed. Ja, oké. Okay. Voel je je comfortabel hier? Ja, absoluut. Het is helemaal nieuw, maar... Y Freddy, ¿qué más? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Sí, bien, sí. El, perdón? Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Por la música, sí, sí, claro, claro, claro. Te sientes en el paraíso. Ajá, se siente... Ah, bueno, qué bueno. Comité APC. Mira, Paola, cuéntame, ¿qué es APC y cuándo comenzaron con APC? APC. APC está por Asociación de Profesionales Colombianos en los Países Bajos. En Nederland betekent dus Vereniging van Hoogopgeleide Colombianen in Nederland. In Nederland, ja. Ja, wij zijn in het jaar 2010 begonnen met alle soorten activiteiten. Oké. Okay. En vanaf juli vorig jaar zijn we dus officieel... van de start gegaan. Wij zijn dus ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kamer van Koophandel zijn jullie ook officieel ingeschreven? Oké, okay, dus jullie zijn serieus bezig. Absoluut. Dus wij zijn de eerste vereniging van hoogopgeleide Colombianen hier in Nederland. In Nederland, ja? Ja. Je hebt geen andere organisaties die dat proberen te doen. Het is echt... jullie zijn de eerste die... Wie is met het idee begonnen? Daar heb ik niet op de vraag. Maar wie dacht van, ik ga mee beginnen? Was het een soort guia of Nee. Wij hebben een aantal leden van de universiteit, een bekende universiteit in Colombia, die heet de Universiteit de los Andes. Okay. En ze hebben een grote en sterke netwerk. En een van de huidige leden van de comité, hij was dus bekend met het netwerk en het werk in Engeland. En toen hij emigreerde naar Nederland, dacht ik, oké, wij kunnen ook zoiets beginnen hier in Nederland. Okay. En zo is het van de start gegaan. Netwerk is heel belangrijk, hè? Het is echt wel, als je begint met een netwerk, je begint op te bouwen. Ik neem eventjes een voorbeeld als Facebook, daar begin je een kleine fanpagina. Ja. Dan heb je twee mensen, op een gegeven moment heb je 100 mensen. Wij zijn ook met de pagina van Almere de Roemba klein begonnen. En ik weet niet hoeveel mensen, elke dag krijgen we uitnodigingen. Dus netwerk is muy importante, is heel belangrijk, hè? Especialmente en Holanda. Ja. Holanda es el país... Ja. Als je geen netwerk hebt, si no tienes netwerk aquí... ¿Cómo se dice netwerk en español? Netwerk, redes, contactos. Redes, contactos. Si aquí en Holanda inderdaad no tienes redes, cuenta que va a ser muy difícil. Exactamente. Sí. Te va a sentir muy triste. Claro, claro. Muy solo. Muy solo, muy, muy solo. Deprimido. Y en ese sentido notamos que son muchos los colombianos profesionales, entonces decidimos unirnos. Ok. ¿Y cuál es la doelstelling? ¿Cuál es el objetivo de APC? Bueno, wij hebben verschillende doelstellingen. De eerste is de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele kant, zeg maar, van alle leden van onze vereniging. Natuurlijk het vergroten van het netwerk. Ja. Wij weten dat in Nederland dat erg belangrijk is. Co-ontwikkeling. Het is zo dat wij zijn van mening dat het feit dat wij inderdaad buiten Colombia wonen, is geen beperking om iets te kunnen doen voor de realiteit daar. Ja. En dat vinden we cruciaal. Cruciaal. Ja, iedereen dus meehelpen. Je woont ver, maar je wilt ook iets kunnen en doen. Hè? Ik bedoel, absoluut. Kunnen en moeten doen eigenlijk. Het wordt moed op een gegeven moment, hè? Verantwoordelijkheid. Dat is onze mening. Ja. En dat proberen we inderdaad te motiveren binnen onze leden. Ja. En als laatste, maar ook erg belangrijk, we willen ook de imago van Colombia ook beïnvloeden. Want Colombia is heel veel meer dan alleen maar drugs en problemen. Ja. Colombia zit vol met heel veel mensen die heel veel willen en kunnen. Kunnen, ja, ja, ja. Ook positief kijken naar de toekomst. Ja. En dat willen we laten zien. Un resumen, el objetivo de APC, lo que tú dijiste ahorita, ustedes tienen como objetivo el desarrollo profesional. Y el fortalecimiento de la red de los miembros de la asociación, el desarrollo personal de los miembros de la asociación, generar una comunidad integrada en su real dimensión entre connacionales, ¿no podías? Gente. Yeah. Colombianos. Muy bien. Y como sujetos activos en la sociedad de acogida, ecodesarrollo, apoyo y cooperación a proyectos sociales en Colombia para buscar ser vectores de desarrollo en nuestro entorno de origen. En el último, la desestigmatización de los ciudadanos colombianos en los Países Bajos. ¿Sabes qué?
Sí. ¿Lo dije bien? Ok. Muy bien. Y la visión de APC, ¿qué es? Cuéntame un poco qué es la visión de, la de visión. APC. La visión. Wij willen inderdaad een grote rol uitoefenen bij de integratie van de hoogopgeleide Colombianen hier in Nederland. Ja, heb je dat ook? Integratie van ja, hoe sta je tegenover integratie? Ja, want weet je, integratie is een is una palabra, is een woord. Het is heel gevoelig, vooral in Nederland, hè? Maar hoe denken jullie dat jullie el apoyo a la integración, como lo hacen? Op verschillende manieren. Okay. Dus één is inderdaad richting de samenleving. Ja. En dat, bijvoorbeeld daar hebben wij een aantal workshops waar we van mening zijn dat wij het toegevoegde leveren aan onze leden. Ja. Wij geven wij ook regelmatig presentaties waar komen mensen die wonen hier voor een aantal jaren, die komen vertellen hoe is hun ervaring geweest en welke zijn aandachtspunten. Okay, maar wat doen jullie met die ervaringen dan? ¿Qué hacen con, o sea, la gente viene a contar, digamos, que tienen, por decir, viviendo 8 años aquí, y ustedes quieren saber de ellos cómo lo pasaron, qué hicieron. Pero ¿qué hacen con eso? Wat doen jullie met die ervaringen? Wat we doen is dat wij proberen dat te verspreiden. Okay. Dus uitwisselen van ervaringen en zoeken van andere mensen die inderdaad elkaar kunnen helpen. Ja, maar gebruik je dat ook voor mensen die nieuw komen? Die ervaringen, esos experiencias que tuvo la gente, lo usan también para los que van a venir? Sí. Oké. Okay. Dat is een van de doelstellingen. Heel veel contacten hebben met bijvoorbeeld universiteiten in Colombia die sturen mensen, jongeren hier. Ja. Voor verdere opleiding. Ja. En dus op die manier proberen wij ook hun te opvangen op het moment dat ze hier naar Nederland komen. Oké. Ben je klaar met die visie? Want dan ga ik het vertalen. Ja. Oké. Visiones de APC ser un elemento de gran impacto en la comunidad colombiana en general. Cooperar con la desestigmatización, no, Paola, no me lo podías hacer más difícil, amiga. Bueno, es que lo habla en forma universitaria. Mira, casi me estoy tragando la lengua. Cooperar en la desestigmatización, la percepción negativa que se tiene de la comunidad colombiana en los Países Bajos. Posicionarnos, como APC, como el medio de acogida para integrar a la comunidad profesional colombiana. Exacto. Sí. ¿Y cuántos miembros tienen? Porque comenzaron en el 2010. ¿Y cuántos miembros tienen hoy día en el 2013? Meer dan 250 leden. Echt waar? En elke dag groeit het meer en meer. Maar de leden zelf. Jullie hebben mensen die zich inschrijven. Ja. O sea, gente que inscribe al APC, pero gente que trabaja con el APC. O sea, esa gente. En totaal zijn inderdaad. Yo creo que es el comité. 250 mensen. Okay. Uit de 250 zijn 7 mensen die zitten in het bestuur. Oh, okay. Ik ben één van. Freddy die naast mij zit is andere. Yeah. En daarna zijn nog andere 5 mensen. Wat is jouw positie in het bestuur? Dat hebben we. Wij hebben daar geen organisatie. Oh, het is niet een leider van. Zijn president, el secretario. Nee, oh, dat hebben we niet. Dus iedereen is gelijk, iedereen doet van alles, iedereen helpt elkaar. Okay. Dus wij rolleren de verschillende rollen. Oké, dat. Ja. Sí, pero eso lo escucho por primera vez, ¿no? Que en una asociación o algo así que, o sea. Pero me parece bueno, o sea, porque todo el mundo puede. Yo digo que cuando uno, o sea, cuando uno hace algo, que tiene que. Todo el mundo puede tener que hacerlo, no depender de solo una persona que lo hace. Y eso lo notamos aquí, unimos muchas fuerzas, somos muy diversos y bastante dinámicos. Uh-huh. Y esa es la fuerza de APC. Sí. O sea, los miembros que tienen más de 250 y día a día va creciendo, existe así, asimismo un comité ejecutivo conformado por 7 personas. ¿Puedo decir los nombres? Sí, claro. Paola Enríquez, que está aquí. Paola Martínez, Laura Pardo, Jacqueline Botina, Jorge Osorio, Pilar Jiménez y Freddy Galeano, que también está sentado aquí. ¿Y qué han logrado? ¿Qué han logrado hasta ahora con APC? ¿Qué han logrado hasta ahora con APC? Deze initiatief is met open armen ontvangen, niet alleen door onze leden, maar ook door verschillende instanties, zowel in Colombia als in Nederland.
En daar praten we over het ministerie van Buitenlandse Zaken. Okay. Dus ambassade van Colombia, ambassade van Nederland. Die ministerie van Buitenlandse Zaken, nemen ze jullie wel serieus? Ja, absoluut. Yes. Okay. Absoluut. Het feit dat wij geregistreerd zijn. No solo hablar con organizaciones y dice, ah, no, esos son los de APC y tomamos café. No, no, aquí, no. Aquí le encantan cafecito y la gente se va y listo, se olvida la cosa. Pero los toman en serio, o sea. Totalmente, okay. Totalmente. Y ya os door die reden hebben wij dus heel veel projecten uitgevoerd. Wat voor projecten? Ik zie vanaf begin 2011, desde principios de 2011. ¿Puedes contar un poquito? Claro. Wij hebben dus één project die heet Links en Drinks. Dat zijn verschillende presentaties die organiseren wij 3 keer per jaar. En daar worden tijdens 40 minuten dus over 4 verschillende onderwerpen gesproken. Yeah. En de sprekers komen uit Nederland, Colombia of andere landen. En de doelstelling is inderdaad over iets bijzonders te gaan vertellen. Oké, okay, iets van de maatschappij. Verschillende onderwerpen. Okay. Dat is één. Die eindigt ook met een netwerkactiviteit. Dus in Nederland weten we dat het borrelen erg belangrijk is. Borrelen is heel borrelen en hapjes, ja. Ja, ja, dus, heel belangrijk. Precies, dat doen we ook. Ah, okay. Om elkaar beter te maken. Eso tiene que ver un poco la integración, ¿no? Absoluut. O sea, yo veo puntos de integración que regresan en las actividades que ustedes están organizando. Sí. Ok, qué bueno. En zoals dat hebben we andere integratieactiviteiten. Dus daar praten we over diners of verschillende borrels. Workshops, dat doen we ook. Workshops? Dus dat organiseren we ook voor de... Voor onze leden en meer gericht op het ontwikkeling, professionele of personele ontwikkeling. Wij hebben vorig jaar ook een forum over de bilaterale handel tussen Colombia en Nederland. En waar is die forum? Dat is gewoon, forum is bij jullie gewoon dat is in de ambassade van Colombia okay. Geweest in Den Haag. Okay, okay. En dat was bedoeld dus voor Colombiaanse ondernemers. Okay. En de sprekers waren mensen van de CBI ja. Of van de ministerie van Buitenlandse Zaken, ja, ja. Ministerie van Financiën, gerelateerd met belasting. Dus het was, wij hebben erg goede reacties gekregen. Okay. En zoals dat hebben we ook een paar jaar geleden ook een groot feest georganiseerd om fondsen te werven voor een erg mooie stichting in Medellin of voor straatkinderen. En die wordt geleid door een Nederlander en met alle geld hebben we dus... Een Nederlander daar? Een Nederlander daar. Oké, okay, jullie geld wordt op de rekening gestort en dan gaat nee. Hij of zij... Nee, wat we hebben gedaan is, wij hebben inderdaad een feest georganiseerd en ja. Alle geld hebben wij... Dus gebruik om kledij te kopen voor okay. De kinderen. Dat okay. Hebben we zelf geregeld. Mm-hmm. En daarna ben ik naar Colombia gegaan om zeker te zijn dat inderdaad alles ja, ja. Is gekomen bij de kinderen. En hoe heet die stichting? Straatkinderen Medellin. Straatkinderen Medellin. Oké, ja. Oké. Okay. En is dat te zien op jullie pagina? Want dan kunnen we straks... Ja, het okay. Is alle informatie over onze evenementen, over toekomstige evenementen. Video's, presentaties, films, alles is te vinden op zijn website. Oké, okay. We hebben het straks over de webpagina, het adres van jullie webpagina. Ja. Wil je nog iets vertellen over die activiteiten? Voor 2013? Nee, nu voor 2011 even, dat ik vooral vertaal, want dan gaan we met muziek en dan okay, komen wij terug. Dat is goed. Ja, dat is hem? Oké. Okay. Ja. Desde principio de 2011, el comité ha ejecutado proyectos para nuestros miembros como Links y Drinks, reuniones basadas en el formato Pecha Cucha Nights. Y orientadas hacia el intercambio profesional y formación de red de contactos, networking. Hasta la fecha se han realizado 3 links y drinks con una gran acogida por parte de los asistentes. Foro sobre comercio bilateral entre Colombia y Holanda. Foro planeado y ejecutado en asocio con la Embajada de Colombia en los Países Bajos. Este foro se dirigió a emprendedores colombianos radicados en Holanda. También organizaron una recolección de fondos para apoyar la Fundación Paisa Straatkinder, Niños de la Calle, Medellín. Mediante la realización de una paranda vallenata, se donaron implementos deportivos por un valor de 800 euros al proyecto de la Naranja Mecánica, constituido por una escuela de fútbol que promueve la reincorporación de niños de la calle de Medellín. Actividades de integración, varios bottles. Bottles es algo de Holanda. Palabra holandesa para reuniones informales en el ámbito laboral. Orientadas hacia la integración de profesionales colombianos y una visita al buque Gloria durante su estadía en Holanda en agosto de 2011. Visita facilitada por la Embajada de Colombia en los Países Bajos. Sí. Vamos música, bajamos música y dan komen we straks terug met de volgende vragen. En dit is Almere de Rumba. Joana, jij...
Seguimos con las preguntas. We gaan door met de vragen. De persoon die mij even nu belt. Sorry, ik kan nu niet even nu opnemen, maar dat geeft niet. Paola, dígame. Wat voor activiteiten hebben jullie in 2013? En wat zijn de plannen voor de toekomst van APC? Oké, als we kijken naar de activiteiten. Op dit moment zijn we bezig om steun te zoeken voor de stichting Constructoren de Paz. Ja, dat is de KOP. Precies, ja. KOP, daar gaan we straks even kort over praten. Ja. Wij zijn ook bezig met een aantal workshops van algemeen belang. Mm-hmm. Bijvoorbeeld op 16 maart organiseren we de eerste workshop van 2013. Gerelateerd aan het maken van een CV. Ja. En Rotterdam. Tegelijkertijd zijn we bezig met de Vereniging van Professionele Spanjaarden hier in Nederland. Okay. Samen met hun gaan we een gala organiseren. Daar zijn we dus mediapartners. De gala vindt plaats op 23 maart in Amsterdam. En alle geld die ingezameld wordt, is het bestemd voor het stoelenproject We Help Daklozen in Amsterdam. Daklozen in Amsterdam? Ja, absoluut. Oh, dus jullie doen ook in Nederland? In Nederland, ja. Oké. Maar daklozen heeft niks met Colombia te maken. Het is gewoon algemeen, hè? Algemeen. Okay. Daklozen in Amsterdam. Oké. Verder hebben we dus Links en Drinks. Dat wordt regelmatig georganiseerd. Ja, Links en Drinks. En Borus van Integratie. Dat zijn voorlopig onze plannen. Ja. En natuurlijk, als we kijken naar de toekomst. Wij zijn bezig met het versterking van de organisatiestructuur. Ja. En met het vastleggen van strategische allianties. Met verschillende instanties. Niet alleen in Nederland, maar ook in Colombia. Ook jullie netwerken wat meer uitbreiden, absoluut, denk ik, hè? Ya, ya. Ya, Joana. Me hace el favor mi secretaria Joana al micrófono. Okay. ¿Qué actividades tienen para el 2013? Apoyo a la Fundación Constructores de Paz, Borders de Integración, Links and Drinks, participación en la gala de verano de la Asociación de Profesionales de Españoles en Holanda. Como media partners, se dará el 23 de marzo en el hotel NH, sí. Gran Krasnapolsky. Krasnapolsky. Ya, NH. Eso no es holandés. No, eso es, me imagino que Polanski o Rusansky. Algo así. Y workshops de interés general. ¿Tienes algo más para agregar? Los planes para el futuro. Okay. Frey, no, okay. ¿Los planes para el futuro, Joana? ¿Qué planes para el futuro? ¿Qué planes tienen para el futuro? Con miras a futuro, la asociación se encuentra en este momento enfocada en fortalecer más su estructura organizacional y establecer alianzas estratégicas con organizaciones afines, organizaciones profesionales de otros países, organizaciones de profesionales colombianos que viven en otros países y fundaciones en Colombia, entre otras. Estamos buscando nuevos miembros para el comité en miras de tener un grupo aún más representativo de la comunidad profesional colombiana en los Países Bajos. Okay, voy a hacer una última pregunta para esta primera hora. Voor deze laatste uur ga ik nog één vraag stellen. Dan gaan we met nieuws, Paola. Dan komen we terug. Dan gaan we met COP Colombia. Yo creo que, a ver, como una hoe kan iemand lid worden van jullie comité APC? Hoe kunnen ze aanmelden? En het is belangrijk ook dat je daarbij ook noemt waar kunnen ze aanmelden. Dus hebben jullie social blogs, dat soort zaken. Dus hoe kunnen ze aanmelden? Dus wat zijn de voorwaarden en waar? Ja, we doen de vraag 9 en 10 in één keer. Dus 9 días lo ponemos en 1. Perfect. Bueno. Deze vereniging is open voor alle mensen die voldoen inderdaad aan een aantal voorwaarden. Ja. Een van de voorwaarden, de belangrijkste, is dat de persoon moet de Colombiaanse nationaliteit hebben. Ja. Of kan het ook zijn dat de persoon ook een directe link met Colombia heeft. Okay. Professioneel. Dat is ook mogelijk. In dit geval moet het bestuur beslissen of inderdaad dat mogelijk is. De tweede is dat het moet professioneel zijn. Dat betekent dat die moet in bezit zijn van een universitaire diploma. Mm-hmm. In het Nederland dus het equivalent aan een HBO of universitair. Mm-hmm. Het persoon moet op dit moment hier in Nederland wonen of concrete plannen te hebben om naar Nederland te verhuizen. Dus in principe dat zijn de voorwaarden om lid te worden van de vereniging. Okay. Als die persoon meer dan 1 jaar zit in de vereniging, kan hij ook, of zij,
Dus wel vragen om lid te worden van het bestuur. Oké. Okay. Vind je het erg toch dat we na het nieuwsje met, doorgaan? Want ik zie toch dat ik anderhalf minuutje heb. En dan moet ik met het nieuwsje... Het is goed. En dan komen wij straks terug. Y bien es okay. Con la introducción. Porque tengo un minuto, tengo poquito tiempo. Sino...